Jeff Hardeveld speelde tussen 2014 en 2017 zo'n 25 officiële duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. In de zomer van dat laatstgenoemde jaar vertrok hij naar Heracles Almelo. Hij veroverde daar direct een basisplaats, maar in 2018 ging het opnieuw mis. Net als bij Utrecht scheurde de verdediger zijn kruisband. Inmiddels zijn we een jaar verder en kan Jeff zich weer noemen waar hij als kind van droomde. Voetballer. Eigenlijk helemaal terug. Ik heb afgelopen maandag mijn eerste 90 minuten weer gespeeld. En dat is dan natuurlijk bij Jong Heracles. En dat ging hartstikke goed. Geen reactie of iets. Dus kan ik gewoon weer vooruit gaan kijken en hopelijk veel wedstrijden weer gaan spelen. Durf je weer vol in duels te gaan? Ja, zeker. Af en toe moeten die gasten me zelfs nog afremmen van doe rustig, zij zijn nog banger dan dat ik ben. Dus wat dat betreft zit alles goed. Het zit ook totaal niet in mijn hoofd of iets als ik op het veld sta. En dat is ook wel gewoon een voordeel, dat je gewoon er totaal niet bij nadenkt. Als je een duel, want zodra dat een rol gaat spelen, dan wordt het heel lastig. Ik heb hier veel in het centrum ook kunnen spelen en dat beviel hartstikke goed. Dus dat vond ik eigenlijk wel prettig. Als linksback kunnen spelen en ook daarbuiten mezelf kunnen ontwikkelen. Gewoon, je zit nu wat verder af van je vrienden en familie, dus je hebt wat meer tijd over wat dat betreft om aan jezelf te werken. En dat bevalt ook wel, moet ik zeggen. Op 15 februari 2015 scoort Jeff zijn eerste goal voor FC Utrecht tegen FC Dordrecht. Met een bovengemiddelde interesse kijkt de verdediger nog wekelijks naar zijn oude club. Zeker ook omdat er gewoon inderdaad mensen spelen die je nog gewoon goed kent. Dus dat vind ik ook het mooie aan de Eredivisie. Overal zie je nu spelers spelen die je kent en vind je het leuk om ze in de gaten te houden. En dan is Utrecht toch wel gewoon in het speciaal een beetje gewoon in de gaten houden. Kijken of ze het goed doen, ja of nee. Met welke jongens had of heb jij een klik? Bij Utrecht had je wel een dartgroepje wat dat betreft. Robin Ruiter was daar graag bij, Sean Kleiber. Giovanni Toupé zat er ook vaak bij. Dus, maar uiteindelijk kon je met iedereen wel echt goed opschieten. Met Mark van der Marel altijd, was ook altijd in voor een dolletje. Of gewoon even praten als je ergens mee zat of iets. Dat is, uiteindelijk heb ik daar ook gewoon een hele goede tijd aan overgehouden. Na een aantal wedstrijden in Jong Heracles Almelo lijkt Jeff op de weg terug. Als het aan hem ligt, neemt trainer Frank Wormoed hem zaterdag op in de wedstrijdselectie. Ik hoop het. Hij heeft het in ieder geval nog niet gezegd of iets. Het is aan hem of hij vindt dat ik fit genoeg ben en goed genoeg doe op de training om erbij te zitten. Dus vaak horen dat pas één dag van tevoren. Dus nog geen idee. Ik zat even aan de trainer vragen. Zou het toch mooi zijn? Kwartiertje voor tijd even invallen? Ja, dat zou mooi zijn. Als jij het even een voorzetje kan geven, vind ik het prima hoor. Dan, als ik dan nog even in kan vallen, dat zou toch mooi zijn. Ja. Nou, bij deze. We hebben hem gedaan. Hij kijkt alles volgens mij, dus ik denk dat hij dat zeker gaat zien. Ja.